De uitgave uh, van je studiemateriaal hangt ook een beetje af van uh, in welk genre je zit. Uh, bijvoorbeeld als je veel met live instrumenten gaat werken, kan je beter investeren in een goede microfoon, en uh, een goede preamp. Uh, als je meer met synthesizers gaat werken of, uh, of uh, andere samplers of, of uh, rompelers of gelijk wat, uh, dan lijkt het me logischer van daar te investeren. Dus uh, afhankelijk van je stijl, uh, ga je een beetje moeten kijken uh, wat echt de meest uh, belangrijke onderdelen zijn voor jou van de studio. Uh, en dan zou ik daar uh, het grootste deel van mijn uh, budget aan uh, besteden.